Om de crisissen van morgen en overmorgen goed op te lossen, is academisch onderzoek en onderwijs cruciaal. Daarom hebben wij het studentenkabinet opgericht. Om de volgende financiële crisis, de volgende woningcrisis, de volgende coronacrisis vroegtijdig de kop in te kunnen drukken. Welkom, historisch moment. Het allereerste studentenkabinet van Nederland. Alle 14 universiteiten van Nederland samen hebben dit regeerakkoord gemaakt. Voor de mensen thuis, je kunt hem ook online vinden op studentenkabinet.nl. Ik wil hem heel graag aan u overhandigen natuurlijk. Ja, als de baas van de TU Eindhoven. U weet als geen ander hoe belangrijk academisch onderzoek is. Nou, ik ben zelf benoemd als minister van Innovatie en in alle trots mag ik u dan ook bij deze het regeerakkoord overhandigen. Fantastisch, Dirk. Enorm gefeliciteerd. We zijn ontzettend trots als TUE dat juist de minister van Innovatie van deze universiteit afkomstig is. Geweldig. En we hopen dat je inderdaad de ambitie gaat realiseren. Want laten we eerlijk zijn, met aardgas in de ban is de enige grondstof die we nog hebben in Nederland kennis. En dat betekent dat wij enorm moeten investeren in die kennis. Dat betekent veel geld voor onderwijs, veel geld voor innovatie en veel geld voor onderzoek. Blijf daarom te vriend met de minister van Financiën, want dat is degene die op de schatkist zit. En die is natuurlijk alles aan het doen om ervoor te zorgen dat de begroting in balans blijft. Maar toch, we moeten investeren in kennis. We moeten vooruit. We hebben geen andere keus. Vandaar ook dat ik vind dat dit programma een ijzersterk programma is. En ik hoop dat het inspiratiebron is ook voor de toekomstige regering. Dankjewel. Ja, absoluut. Dankjewel. En inderdaad, we moeten als Nederland aan de bak. En dat ga ik proberen te doen, maar dat kan ik absoluut niet alleen. Daar heb ik u, de kijker, de luisteraar, absoluut voor nodig. En dan kijk ik vooral Politiek Nederland nu aan. De huidige ministers, de toekomstige ministers, nieuwe kabinet, campagneleiders, lijsttrekkers, maar ook Kamerleden, of dat nou de Eerste of de Tweede Kamerleden zijn, wethouders, zoek contact op met ons. Wij willen graag in debat, want academisch onderzoek is natuurlijk gewoon de toekomst van Nederland. Dank u wel.